zo'n hinderlijke dag. Ik ben dus wakker geworden met dit. Mijn eerste puist. Ja, kom. Benji, ben jij dat? Ja. Ah! Lieverd! Wat heb je op je gezicht? Een puist. Oh mijn god! Oh mijn god! Oh, wat erg! Oh, dat ik dit nog moet meemaken! Oh mijn god! Sorry hoor, ik krijg het gewoon niet over mijn lippen. Oh mijn god, lieverd! Benji, er komt hulp aan! Mama gaat voor jou bellen, komt hulp aan! Hulp? Oh, wat fijn dat jullie er zijn. Dit is mijn zoon, hij heeft iets verschrikkelijks op zijn gezicht. Ga maar, Benji. Ja, ja, pak het, pak het. Let op, let op, let op. Ja, ga maar lekker. Ja, ja, zo, oké, klacht, gaan we niet. Oh, wat erg! Wat? Ja, ik ga knappen. Diagnose: acne vulgaris. Een puist. Deel 13. Sorry mevrouw, maar de behandeling heeft niet aangeslagen. Nee. Nou, ik ga naar school. Van slachtofferhulp krijgen of zo. Ik weet niet of ik dit ooit nog te boven kom. Wat een verschrikkelijke aanzicht. Krijgen we ook nog betaald? Shit. Pap! Pap! Ik ben voor het eerst ongesteld geworden. Op dit soort momenten zou het fijn zijn als mijn moeder niet was verhuisd naar Ibiza. Want we hebben namelijk niets in huis. Geen maandverband, geen tampons. Ik mag al blij zijn dat mijn vader wc-papier koopt. Pap! Papa! Wat is er? Ik ben ongesteld geworden. Ja, Lena, dat is compleet normaal. Dat weet ik. Ja, dat zei ik ook voor mezelf. Eens moest deze dag komen. Hè? Ik had liever gehad dat het wat langer zou duren of dat je moeder in de buurt zou zijn. Maar de natuur is net zoals mijn ex-vrouw, hè? Compleet onvoorspelbaar. Lena, je bent nu een vrouw geworden. Wat gebeurt is het lichaam, dat stoot een eitje af. Je leest dit voor van Wikipedia, hè? Hoe ben jij zo slim geworden? Kun je tampons voor me halen? Kan je moeder niet bellen? En dan? Dat ze een tampon door haar telefoon drukt en die er op magische wijze aan mijn kant van de telefoon weer uitkomt? Pap, mam, zit op Ibiza. Ja, ja, oh ja, ja. Ik ga al. Waar haal ik dat? Anyway, super. Super. Maar dat werkt alvast wel goed. Super plus. Mevrouw heeft u op pad gestuurd. Oh, nee, ik heb geen vrouw meer. Die is naar Ibiza vertrokken om straathonden op te vangen. Ik heb u niet gevraagd om uw relatieproblemen hier te bespreken. Maar ik heb wel het nummer van een goede therapeut voor u. Of badolie, dat zou u misschien een beetje tot rust brengen. Nee, ik wil geen badolie. Ik wil tampons voor mijn dochter. U hoeft zich niet te schamen, hoor. Het is heel normaal dat een vrouw ongesteld wordt. Iedere vrouw wordt een keer ongesteld. Uw moeder bijvoorbeeld ook. Ik weet niet meer trouwens, dat zou heel ongezond zijn. Ik weet gewoon niet welke ik moet hebben. Er is gewoon zoveel keuze. Ja, dat deed het commercieel uitbuiten van de medische noodzakelijkheid van een vrouw, meneer. Waarom duurt dit zo lang? Wat kan er nou zo moeilijk zijn aan wat tampons kopen? Wat u nu in handen heeft, zijn in ieder geval geen tampons. Dat is maandverband.
Weet u toevallig of uw dochter licht, licht gemiddeld, gemiddeld, licht overmatig, overmatig of sterk overmatig vloeit? Ja, dan weet u namelijk of uw maandverband zonder vleugels, met vleugels, super, super plus, super, super plus of super, super, super plus nodig heeft. Op dit moment is er een aanbieding op super, super plus en op super, super, super plus. Oh, ik... Ik laat u even. Dit is dan wel weer heel lief. Zo. Lekker hoor. Lekker toch? Ja, ja. Ja, volgens mij moet die worstje net zo zwart zijn als de kolen, want dan proef je er ook. Wij hebben vandaag voor het eerst een BH'tje gekocht voor Shirley. Wat doet zij? Kijk, dit is hem. Oh, wat beeld. Wat een ite petiterige. Ja, het is dit kleurtje. Ja. Oh, 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 kijk. Man, wist je dat er in maatje AA echt veel leukere dingen zijn dan in onze maat? Lieverd, ik draag toch al jaren geen BH meer. Nou, dat is misschien een beetje, zoals Shirley zou zeggen, TMI. Too much information. Oh. Oh ja, dat wel. Zal ik jou anders eens vertellen hoe dat bij je moeder ging? De eerste keer een BH kocht. Oh, nou, dat hoeft niet hoor, mam. Tijdens het passen was Christel zo aan het klungelen dat ze per ongeluk het hele gordijn naar beneden trok. En toen ze dacht dat het echt niet erger kon, liet ze uit paniek een keiharde scheet. Echt, iedereen hoorde het. Oh. 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 Ik weet zeker dat ik later nooit zo gênant ga doen. Oh, wat een verhaal. Ja, zo kan hij wel weer, hè, mam. Zijn ze nog niet klaar? Nee, ik denk nog een half uurtje of zo. Ik weet zeker dat ik later nooit zo cringe ga doen. Wacht even. Ik heb een baard. En daarmee ben ik de allereerste van de klas. Oké, nou ja, Noah heeft er misschien al één. Maar hij heeft een Italiaanse vader en hij is 6 keer blijven zitten. Dus dat telt niet. Zie je iets anders aan mij? Heb jij een nieuw shirt? Dat kan niet, want dat kopen wij altijd voor hem. Oh. Heb je je kamer opgeruimd? Kan ook niet, doen wij altijd. Oh, ja. Ik heb een baard. Kijk, hier. Hier. Zie je hem zitten? Carla, je moet zijn gevoelens wel serieus nemen, ja? Het is heel belangrijk in onzekere fases in zijn leven. Oké, ik moet me gaan scheren. Mm-hmm. En ik dacht dat ik daar deze voor kon gebruiken. Oeh, nee, dat is niet hygiënisch, want dat is ons mesje. Ja, zijn jullie vies van mij dan? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet, maar die gebruiken wij voor ons... Ja, zeg het maar gewoon. Dat is hartstikke normaal. Moet je normaliseren. Oké. Okay. Ja, nee, ja, die gebruiken wij voor onze benen. En wat daar boven tussen zit. Ah! Oké, okay. Nou, dan laat ik mijn baard maar staan, denk ik. Ja. Hoe kunnen we dan trouwens vanavond wel iets anders eten dan spaghetti? Oh? Ja, die saus blijft zo in mijn baard hangen. Nee, ja, ja, nee. Ja, dat doen we zeker, tuurlijk. Top. Ik vind deze baard nu al top. Ik vind die spaghetti saus van mijn moeders namelijk niet te vreten. En daar ben ik dus nu voor goed vanaf. En dat allemaal dankzij deze jongen. Omar! Ik had vanavond een date met Olivia. Met Olivia. Oejo, wat is er met mijn stem? Omar! Omar! Hé, hey, kun je me even helpen? Ik krijg deze puzzel helemaal niet opgelost, joh. Hé!
Hier heb ik echt al weken aan gewerkt, joh. Kan ik iets voor je terug doen? Wacht even. No man bro. Oké, waarom praat je niet? Mijn stem doet raar en dat is dat ga ik niet zeggen. Dat is irritant, want ik zou uit eten gaan met Olivia. Ik heb een briljant plan. Kijk, jouw stem is exact hetzelfde als die van je vader. Wat ik ga doen, ik ga onder de tafel zitten en ik ga precies zeggen wat jij zou zeggen. Het enige wat je hoeft te doen is te playbacken. Ik denk niet dat het gaat werken. Jawel! Jawel, dit gaat werken. Gewoon even oefenen, joh. En dan kan ik je meteen bedanken voor het oplossen van mijn hele moeilijke puzzel. Laten we doen. Hou je van sushi? Wat zei je? Of je van sushi houdt? Oh, ik haat sushi. Oh. Jammer, sushi is mijn lievelingseten. Au! Gaat het? Heb je pijn? Ja, ik heb echt heel veel pijn. Mag ik nu een kusje? Ah! Omar! Ah! Ah! Er zit een man onder de tafel! Dat is mijn vader. En wat doet hij hier? Hij ging mij helpen bij de date. Omdat mijn stem de hele tijd overslaat. Waarom heb je dat niet gewoon gezegd? Ja. Ik vind een overslaande stem heel sexy. Want, nou ja, het doet me een beetje denken aan een ezel. Dat is mijn lievelingsdier. Hé, hey, het was toch wel een goede avond. Spiegelen. Zullen we het doen? We gaan het doen. Je hebt niks te willen, kind. Kom. Shirley en ik hebben vandaag het eerste BH'tje gekocht. Oh. Ja, kijk. Mam, dit is hem. Oh. Oké. Mam, wist je dat er in deze blok, in maatje AA, veel leukere dingen zijn dan in onze maat? Ik draag toch al jaren geen BH meer? Ik heb mijn slokje nog niet genomen.